Als ik een van mijn kleinkinderen nu wel eens bij mij op hun werk komen, dat ze nog steeds in de snackbar, dan willen ze wel eens bij mij werken, dan zeg ik altijd tegen ze, ja, als je het maar niet zo doet als opa en dat je alles zelf opeet, je moet het wel verkopen. Ik ben Perry Vermeulen, ik kom uit Venray, ik ben 55 jaar. Ik werk in de snackbar, dat doe ik inmiddels al 40 jaar. En daarom word ik ook een beetje vette Perry, werk altijd genoemd. Maar nu heb ik al een dieet gevolgd en nu is het vet, alleen nog het spul dat ik verkoop. En bij mijn lichaam is het er vanaf. Het is eigenlijk een probleem geweest in mijn hele leven, het overgewicht. Ik schaamde me eigenlijk dat ik dat zelf niet wist. Dat iedereen zag dat ik veel dikker was dan dat ik zelf eigenlijk wou zien. En dat was de eerste keer dat ik met een dieet ben begonnen. Ik had al eens gehoord over Cambridge, van meerdere mensen die wel eens bij mij kwamen op mijn werk. Zag ik dan ook dat ze wat afgevallen waren. En ik zei, waarom zou ik daar de dienst naar binnen lopen bij Ingrid? En haar eens vragen hoe dat in zijn werk gaat. Het is me zo goed bevallen dat ik meteen een afspraak heb gemaakt, meteen de producten heb meegenomen. Dezelfde dag ben begonnen. Ik was heel blij dat ik die stap genomen had eigenlijk. Dat ik naar binnen durfde te gaan van, ja, met mijn probleem. Mijn rol op het afslankproces van Perry is dat ik hem geprobeerd heb te ondersteunen en dan niet zozeer pushen van je moet iedere week zoveel afvallen of ook als het een keer niet gelukt was, maar om hem altijd te blijven benaderen als een mens, dat er ook dingen mis kunnen gaan. Ingrid zou moeten beschrijven in één woord, ja, dat is een prachtmens. Ik heb tijdens mijn dieet heb ik heel erg veel contact gehad met mijn consulenten. Als ik een keer een moeilijke periode had, dan belde ik erop. Bel mij even, app mij even. En het is niet dat ze dan meteen weer met de dieet moeten beginnen, maar gewoon even een pep talk, even kijken waar het fout zit. En alleen dat stokje bieden aan mensen geeft al heel vaak net de hulp die ze nodig hebben om op het gewicht te blijven. Ja, dat was voor mij heel erg belangrijk dat er iemand zei tegen mij van je bent heel goed bezig, maar je moet wel door blijven gaan. Zij is ook echt, was ook echt begaan met me en dat zie je ook als je binnenkomt. Zij was ook trots dat ik afgevallen was. Op een stoel kunnen zitten op een terras, kleding kunnen kopen die wat je jezelf mooi vindt, dat is iets wat ik vroeger niet kon en nu kan ik het wel allemaal. Ik ben eigenlijk op mijn streefgewicht, maar ik blijf de producten gewoon gebruiken. Omdat ik het gewoon lekker vind om 's morgens een shake te pakken. En dan met een beetje sporten blijf ik mooi op gewicht. Ik wil een beetje gaan genieten van mijn leven. En met dit gewicht wat ik nu heb, is dat ook mogelijk. Als ik mijn oude gewicht had gehouden, dan denk ik dat ik er over 10 jaar niet meer was geweest. Cambridge is dus een levensverlenger.